Yo, dat kijkers van mijn kanaal, oftewel Rotjoch, mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch, en welkom weer terug in Mindtopia. Welkom weer terug allemaal jongens, ik ga even snel voor we gaan beginnen, eventjes mijn huis in kijken, want ja, hier moeten een paar dingen gebeuren nog in mijn huisje. Ik ga namelijk zometeen, heb ik een afspraak gemaakt bij het wethuis, en ik weet nog niet op wie ik geholpen ga worden. Ik hoop dat de wethouder Kees, want ik ben laatst bij Kees geweest, bij hem is de episode te zien. En daar heb ik Kees weer een klein beetje met hem kunnen babbelen, met hem kunnen praten, en ik heb hem kunnen overtuigen dat zeg maar deze hele onze verdieping verhuurd gaat worden aan zwervers. Gaat natuurlijk niet gebeuren. Ik ga het gewoon verhuren voor 1000 per week. Maar tot die tijd ga ik het even. Ga ik gewoon doen alsof het wel zo is. Dus ik moet het te vriend houden. Want het gaat niet zo lekker met de bewaker, zeg ik altijd. Met wethouder Kees. En hij heeft een beetje ruzie met de burgemeester Vaco. Dus wat ik wil doen zometeen in mijn gesprek met wethouder Kees, is zorgen dat er een soort friction, dus een wrijving komt tussen hem en de burgemeester. Dat ik de goede dik lijk en hij de burgemeester de slechterik. Dus ja, en wat ik ga doen ook, ik ga mijn factuurtjes meenemen. Allemaal nepfacturen, heb ik allemaal nep gemaakt. Want ze willen allemaal weten waar mijn geld vandaan komt, dat weet ik. Dus ik ga zorgen dat dat dan, dat hij dat zeg maar gaat lezen. Van, oh ja, de facturen ziet er goed uit en dat soort dingetjes. En ik kreeg heel veel klachten, ik ben aangeklaagd omdat ik nu ingeschreven sta bij de staat. Bij de gemeente van Mindtopia. In zijn video zei Kees dat hij het wel eventjes zou kunnen regelen. Zal ik ze meteen nog even voor de zekerheid even navragen, even bedrukken dat hij het zeker gaat regelen dat ik ingeschreven sta. Dus illegaal ingeschreven sta. Dat ik geen boete kan krijgen. Goed. En dat wil voor in ieder geval. Ik heb ook iets hier. Dat is een contract van Candy. Candy Sweeter. Die is de eerste die hier gaat wonen. Staat in en hierbij. Huurt Candy Sweeter een kamer bij eigen Rotjochie. In een kamer in het appartementencomplex. Met deze ga ik akkoord 1000 per week te betalen aan huis van Rotjochie. De heer Rotjochie, dus ik, mag dan alle tijden het contract beëindigen. Heeft ze ondertekend. Ze heeft het gesigned. Door haar is het boek ook gesigned uiteindelijk. En dat houdt in dat ze eigenlijk het contract aangegaan is. Nu heeft ze een foutje gemaakt. Ze heeft het contract al ondertekend. En laatst heeft ze een huur afgesloten bij David, bij de bank. Maar ze zei tegen mij ineens van, hey, ja, ik kan eigenlijk niet in jouw huis wonen, daar heb ik geen geld meer voor. Maar ik heb een contract van haar. Getekend door haar, ondertekend door haar. En er staat eigenlijk 1000 per week ontvangen. Wat vinden jullie? Ik kan er nu keihard naaien. Door gewoon eigenlijk 5 weken niks van te innen. En over 5 weken deze terug te komen, hey, ik krijg 5000 van je. Oh nee, en zegt ze, nee, helemaal niet, want ik woon er niet. Oh nee, dat is geen handtekening. Vraag ik aan jullie, dus wat moet ik ermee doen? Dat is natuurlijk weer een stiekem slim handelen. Ondertussen moet ik mijn contract van de nachtclub steeds inleveren, want de bank is steeds afwezig en dat soort dingen. Maar goed, we gaan richting wethouder Kees. Ik heb bij hem afgesproken om eigenlijk om 15:15, maar ik hou ervan op tijd te komen. Als ik op tijd kom, klinkt het altijd beter. En het is bij de wethouder. Hopelijk is het Kees. Ik hoop het echt. Want anders valt mijn hele plan in het water. En ik zie hem al staan. Oké. Okay. Hey, wethouder Kees. Hey, goedendag. Hey, hoe is het jongen? Ja, ik ben nog steeds diegene die mensen aanneemt bij de balie. Oh, heeft die burgemeester weer die burgemeester helemaal niks, hè? We hebben mensen ervoor aangenomen, maar die mensen die zijn er nooit. En dan moet ik het weer doen. En de burgemeester spreekt ze niet aan, of zo, de burgemeester? Nee. Wat een slappie is het ook, hè? Het is die mensen die er zijn, die nemen altijd dan 2-3 uur lunchpauze. En dan als ik 15 minuten pauze neem, krijg ik op mijn kop. En dan hun niet als ze 2-3 uur weg zijn. Dat is echt vervelend, ja. Kijk, ik ben wel een harde werker. Dat ziet hij toch ook wel, hè? Of word je niet echt beloond voor hem? Nee, ik niet echt. Nee? Maar laten we even naar mijn kantoortje gaan. Een lullo, jongen, die burgemeester. Je had afspraak met een wethouder, toch? Ja, ik had afspraak met een wethouder, zou ik even hebben. Ja, dat is belangrijk. Ja, die andere wethouder is er toch nooit, dus. Ja, zie je, je hebt alles hier eentje opknappen, hè? Helemaal goed. Nou, goed, in ieder geval, hou je in ieder geval weer? Oh, je ziet er goed uit, man. Je hebt een heel nieuw pakje bij. Mijn shirtje heb je nog, dat zie ik. Ja, nee, ik was naar de winkel geweest. Ik had dit pakje had ik nog van jou. En toen had ik de broek en de schoenen gekocht. Ja. En ik vind het wel leuk uitzien. Ja, zeker weten. Dat enchanted shirtje, die maakt het wel helemaal af, natuurlijk. Ja, ik zei ook van dat shirtje wil ik houden. Want die heb ik van een goede vriend van me gekregen. Ah ja, gelukkig. Wist je ook van wie het was? Want ze herkent mij misschien een beetje. Ja, nee, ik zei dat ik het van jou had gekregen. Ja, helemaal. En toen zei ze, oh wat top, wat een aardige man is dat toch. En toen zei ik, ja, klopt. Ja, nou, laten we eigenlijk even een beetje ter zake komen meteen, want ik ben druk bezig de laatste tijd. Vertel. Ja, je bent laatst natuurlijk langs geweest in mijn mooie huisje. Ja. En je hebt gezien dat ik goed voor de zwervers zorg, die geen geld hebben. Kijk. Ja, alleen als de IKEA gaat uitbreiden, dan moet je wel even wat meubels ervoor neerzetten. Maar dan, dat is pas over een tijdje, weet je, dan hoef je nou nog niet zo over te maken. Dat komt vanzelf wel. Nog kijken of ik dat korting kan kunnen regelen via om natuurlijk, want het is voor het goede doel en ik heb niet genoeg geld om voor iedereen wat te betalen. In principe kan je zelfs misschien bij mij wel aankomen dat we dan een soort van een
kosten kunnen maken van de gemeente, die meubels. Want ik vind dat de meubilair, het moet er wel een beetje komen. Het moet nog een klein beetje luxe zijn. Ja, nee, dat is hartstikke fijn. Maar wat ik eigenlijk wil hebben, is eigenlijk over, ja, vorige keer hebben we het gehad erover. Zei dat je mij kon inschrijven in de stad zonder dat het dus gemerkt zou worden door de burgemeester. Ja. Dat ik er eigenlijk al de hele tijd bij stond. Dat er dus een foutje is gemaakt door de burgemeester, dat hij het over het hoofd gezien heeft. Ja. Nou, wat ik dan kan doen is, ik heb het nog niet gedaan. Ik moet gewoon even goed uitplannen dat ik echt niet betrapt erop word. Het is wel heel, je snapt zelf, het is een klein beetje fraude. Ja, ik weet het, maar het is voor het goede doel, weet je. Ik ben zo goed bezig en dan krijg ik zoveel, doe ik zoveel moeite voor om dit stadje beter te maken voor de zwerf, voor de arme mensen. En dan word ik om mijn vingers getikt, omdat ik vergeten ben om mee in te schrijven. Ja, wat ik dan kan doen is het volgende. Dat ik laat je ook zien hoe het ongeveer te werk zal gaan. Kijk, het is dan zo dat ik dan, ik hoef niet ergens mee naartoe te nemen. We hebben een soort van een register, toch? Ja. En wat ik dan wil doen is dan iemands naam gewoon weghalen en jouw naam er in de plek zetten. Dat dus iemand anders gewoon op zijn flikker krijgt. Oh, ik heb iemand anders. Oh. Ja. Kijk, dat is wel voor mij heel erg fijn. Dan kunnen we iemand doen als fucking, wie mag je niet? Ja, gemeenerik. Ja, eigenlijk de burgemeester is een beetje lullig tegen mij. Ja, maar de burgemeester, dat zou te veel opvallen. Dat is een beetje raar zijn ook. Natuurlijk. Iemand die hier niet te lang woont, niet te bekend is, maar wel waarschijnlijk ingeschreven Ik staat. Weet het al. Die slappie, it's a job. Ja, It's a die job. Staat wel ingeschreven. Ja, daarom. En dan zorg ik dat hij dus niet ingeschreven staat. En ik wel. Oké, doe ik. Kijk, dat is eigenlijk een belangrijk punt wat ik bij jou wil regelen. En ja, het is een beetje vervelend ook, want die burgemeester doet zo moeilijk. Ik wil weer een extra plotje wou ik openen. Je zei natuurlijk heel goed dat je met je baas wou overleggen over dat ik een extra plot kan openen natuurlijk voor weer de vluchtelingetjes een beetje te helpen. Om iets te openen voor het goede doel. Ja, kijk, weet je, als hij er niets voor over heeft, dan weet je, dat vind ik zo lullig. Dit zijn mensen die, kijk, de burgemeester zit er heel erg op zijn slappe reet. Zit hij alleen maar een beetje niks te doen en naar kunst te kijken en dat soort dingen. Beetje geld in, hè? Geld in, ja. Dat is toch bullshit? Dat gaat toch nergens over? Heb je zijn huis gezien? Dat is mega groot. Weet je hoeveel die betaald heeft? Hoeveel? 100.000 maar. Dat is niks voor zo'n fucking groot huis. En van quartz, hè? Het is echt. Ik weet niet wat hij doet, maar volgens mij is hij niet een beetje heel eerlijk bezig. Dus daarom ben ik blij dat ik bij jou kan komen steeds. Want jij bent wel heel eerlijk en jij wilt altijd wel helpen. Dus dat is wel iets wat ik echt super fijn vind. Dat is wel echt heel belangrijk. Aha. En dan heb ik nog een vraagje voor je. Want ik heb dus, ik ga het je vertellen, want jij bent mijn vriend, ik vertrouw jou. Ik ben dus aangeklaagd, naast het niet inschrijven, dat ik heb dus heel, ik heb dus een beetje, je weet wel, ik heb wat centjes. Ja. Ja? En daarvoor moest ik eigenlijk moest ik langskomen en mijn facturen laten zien. Ik wil kijken, wat vind jij van deze factuurtjes? Kijk, ik verhuur dus huizen in mijn oude stad, denk ik. Dat ook waar ik vroeger woonde. Kijk maar. Hoe vind je het eruit zien? Even kijken. Ja, het is toch gewoon een lege. Op wat kleine spelfoutjes en grammaticale foutjes, of nou ja, grammaticale, hoe noem je dat? Stijlfoutjes na. Ja, dat is zeker waar. Is het gewoon wel een goed factuur? Ja, het zijn goede factuurtjes, ze zijn genummerd allemaal. Ja. Dus dat houdt in. Heb je nog meer? Ja, ik heb er nog eentje. En die andere moet ik eigenlijk in mijn oude huis, waar ik vroeger gewoond heb, even ophalen nog, laten opsturen. En dan moet ik al het geld wat ik heb, moet ik natuurlijk kunnen vertegenwoordigen. En ik heb overal netjes factuurtjes van. En ik wou het jou vast even laten zien. Dus dan kan jij dan zien van, hij heeft het gewoon legit, heeft hij eigenlijk gewoon het geld verdiend steeds. Ja, nee, ik hoor wel hier en daar in de volksmond toch wel dat op een of andere manier dat je heel veel geld hebt. Maar zo, nou ook dit zo bekijk, dat je met huizen, vooral villa's, verhuren, zoveel verdient. Ja, ik vind het gewoon legitiem. Ja, nee, ik woon dit klopt gewoon. Ik woon in een grote stad, zeg maar. Ik woon midden in Amsterdam, maar daar kwam twee villaatjes altijd. Uh-huh. Heb ik gewoon verhuurd. Allemaal verhuurd, gewoon aan rijke mensen die lekker op vakantie. Heb je daar nog steeds geld mee? Of, dat heb ik helaas heb ik het achter me gelaten. Dat heb ik dus verkocht. Dat factuur moet ik nog even opzoeken. Dat is natuurlijk een hele flinke map geld die ik erbij kreeg. Dat is een hele flinke map geld. Volgens mij was het iets van. Ja, volgens mij was het iets van 300.000 heb ik gevangen voor allebei die villaatjes bij elkaar. Ja. Dus ja, daar komt mijn geld dus vandaan. Maar ik wil eens even kijken bij jou. Als ik het zo inlever, zou het wel legitiem zijn, hè? Het is volkomen legitiem. Alleen je hebt een aantal stijlfoutjes nog gemaakt. En dat is toch wel iets. Kijk, ik val er niet overheen. Ik zie natuurlijk, dit is gewoon een goed factuur. Maar ik denk dat de burgemeester, die zal er wel over hervallen. Dus mijn tip is,
Gewoon toch nieuwe... wel even die stijlfoutjes. Gewoon ja. De overal waar je... Gewoon een beetje dat allemaal hetzelfde eruit ziet. Dat er dan wel wat strakker uitziet, ja, oké. Okay. Dat wat strakker ook. En de stijlfoutje hebt hier en daar wel een hoofdletter bij. Een maat, de andere maat heb je er geen hoofdletter bij. Dat je één dingetje doet. Ja, ik ga het even regelen. Dan wil ik even van je weten, van jouw professionele mening. Want ja, ik vind die burgemeester... Het is wel gewoon... Het doelt het goed, maar ik vind hem een beetje... Hij is een beetje ikke, vind je niet? Ja, weet absoluut. Je? En... Hij houdt zich compleet aan de wet, probeert hij zich te houden, maar van de andere kant ook weer totaal niet. En het is nooit goed bij hem en dan hij heeft gewoon op een of andere manier de pik op me, man. Ja, ik versnap het niet. Je werkt zo hard voor hem de hele tijd, alles goed voor het goede doel. Ja. Ja, ik vind het een beetje lullig voor je, daarom sta ik je graag bij. Dus als je ooit hulp nodig hebt, zal ik er altijd voor je zijn. Oké. Okay. Dat is iets wat ik wel even bij wil melden. Ja. Nou, dat was eigenlijk een beetje wat ik wou laten zien. Dus ik wou even kijken, het praatje met je houden erover vooral. Want ja, ik vind je toch wel een hele toffe gast. En dankjewel voor je advies over de factuurtjes. Dus daar ga ik achteraan. Geen probleem. En... Het is gewoon goed. Ja, helaas heb ik zo meteen weer even een afspraakje ergens. Dus moet ik weer door. Maar... Ik heb nog even één vraag aan je. Ja? Eén dingetje. Ik heb laatst gekeken in de brievenbus. Jij weet veel van deze stad, toch? Ja, ik ken nu Jan en Alleman ken ik wel, ja. Ja. En daar vond ik een bedreiging in. Bedreiging? Een bedreiging aan de burgemeester. Ik weet niet van wie het was, maar ik vond het een bedreiging. En ik dacht, ja, ik ken nog niet super veel mensen hier. En vooral de mensen die ik ken, die zijn hier allemaal helemaal nieuw. Dus weet jij misschien van wie die bedreiging was? Het was een soort van, Wat zat erin? Wat een bedreiging? Dat weet ik niet. Het was echt gewoon een bedreiging van, je moet niet met mijn fucker vriend of iets in die zin. Je moet niet met mijn fucker vriend. Ja, ik weet. Zoiets. Ik weet het niet. Er komen ook steeds meer nieuwe mensen in de stad wonen. En de burgemeester... Heb je toevallig een idee van wie het kan zijn? Ja, even denken. Je bent mijn fucking vriend. Ja, wie praat er zo? Ja, ik denk misschien die gast van de scrapyard misschien, want... Oh, die... Job, weet hij. Job. Ja, die heb ik inderdaad nog nooit gezien. Nee, hij is er nooit, maar ik krijg wel klachten binnen dat hij er dus nooit is. En de burgemeester doet moeilijk over zijn stank. Het zou Job kunnen zijn. Ik ga binnenkort eens even bij hem langs. Ja, ik denk het. Ik vind het ook raar, maar hij is echt bedreigd, als in met de dood. Ja. Nou ja, meer van een soort van een kleine bedreiging. Het is niet echt met de dood, maar van als je nou niet, je moet gewoon niet met mij fucken. Een beetje zo of iets, weet je. Het is niet van ik ga je vermoorden, maar stom. Gewoon de halft, weet je wel. Wat stom zeg, wat slecht. Maar wat denkt de burgemeester ervan wie het gedaan heeft, of... Ja, dat weet ik dus niet, maar hij heeft het laatste... Het briefje is wel weg, dus hij zal het gelezen moeten hebben. Ah. En ik vond hem ongeveer al een paar dagen geleden in die bak. Oh ja, dus ja. Dus ik weet het niet. Ja, goed. Ik vind het... Ja, het is jammer. Het is een beetje eng. Mm-hmm. Maar als ik iets mee krijg of zo, en iets over de hoogte krijg, dan zou ik jou op de hoogte brengen. Want jij kan er tenminste nog wat mee doen. Ja. Kijk. Helemaal top. Jij moet weer door. Ik moet weer door helaas. Dan laat ik je even uit. Bedankt voor je tijd. Geen probleem. Over dat vijfde plot trouwens. Ja? Dat had je toch nog, die wou je toch geregeld nog hebben? Ja, graag. Maar dan moeten we even kijken wat ik opplaats, precies. Want dan, anders kan jij het ook niet gewoon legitiem overbrengen precies, bij baas. Ja, dat is het probleem. Kijk, dan moeten we iets meer verzinnen. Dat komt wel goed. Dan moet je later maar een keertje langskomen erover. Ja, ga jij maar regelen dan regelen we het helemaal. Als jij maak regelt, een afspraak. Dan maken we weer een afspraak. Als de persoon achter de balie er deze keer wel is. Ja. Kijk, we hebben een medewerker ervoor aangenomen, hè? Maar die is gewoon nooit. Jij bent degene die het hardst werkt hier. Die krijgt alleen maar eigenlijk koude kak. Alleen maar shit. Ja, verschrikkelijk. Ik vind het echt heel kut voor je. Ik vind het echt heel jammer. Ja, ik moet helaas door. Maar is goed. Zorg jij ervoor dat ik dus even zag dat ik ingeschreven kom te staan? Ja, dat doe ik. Dan hou jij je mondje dicht en ik ook, hè? Natuurlijk, vriend. Oké, top. Hey, okay. Het beste, hè? Hey, het beste, man. Hey, fijne dag. Hey, doei iedereen. Fijne dag. Doei. Zo. Helemaal top. Oké. Okay. Dus, okay. Helemaal goed. Nou, dat was dus Kees eigenlijk. Dat is de wethouder Kees. Zoals je ziet heb ik het plantje, het zaadje is geplant eigenlijk. Want je ziet, hij heeft zelf al best wel een beetje ruzie met de burgemeester. Ik heb overal de schuld van Lars. En zoals jullie weten, wil ik op een gegeven moment zelf de burgemeester worden. Daar zijn we mee bezig, met een mooi plannetje ervan aan het smeden. Ik en de man van de bank, wie ik eigenlijk een beetje moet oppassen. Want ik weet niet precies wat hij van me wil. Hij is heel aardig tegen me. Maar hij doet ook heel aardig tegen de burgemeester. En hij wil dat ik burgemeester word. Dus ik moet hem in de gaten houden. Maar ja, weet je wat dit? De burgemeester is op dit moment mijn vijand. Want hij houdt zo moeilijk. En de enemy of my enemy, de vijand van mijn vijand, is mijn vriend. En dat is dus David.
Want ik heb in ieder geval vriendjes kunnen maken met wethouder Kees. Dat had in als ik iets wil, moet ik gewoon zorgen zo vaak mogelijk met wethouder Kees afspreken. Dat hij zoveel mogelijk voor mij goedkeurt. Want dat doet hij wel. Ik heb Kees wel een beetje... Die is bij mij het krijt. Dat is wel fijn. Ik help hem. Hè? En ik laat hem mij helpen. Dat maakt het allemaal een stukje makkelijker. Dat kan allemaal goed. In ieder geval, dit was weer mijn episode van Mindtopia. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat even allemaal een blauw duimpje achter omhoog. Vorige keer hebben we de 1000 gehaald. We gaan dit keer voor de 1200. Dat zou hartstikke tof zijn. Dus 1200 duimpjes omhoog. Dat zou super tof zijn. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Kees, dankjewel voor het meedoen. Geen probleem, Darren. Helemaal top. En ik zie jullie graag in de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Later nog eens tot ziens en... Peace. Oh my.